Luc, weet je al of je speelt vrijdag? Ik weet of ik speel, ja. Heb je veel contact met de trainer en wat wil de trainer van je? Ja, ik heb veel contact met de trainer gehad. En wat wil hij van mij? Ja, hij geeft gewoon wel duidelijk aan wat hij van het hele team verwacht, van welke posities. En daar hebben we veel trainingen, beelden van gehad en in wedstrijden nabesproken. En dat is heel duidelijk binnen een groep, ja. De cruciale weken al meteen in Eindhoven. Vorig jaar heb je dat ook meegemaakt, hè? Dat je snel moet pieken. Je raakt geblesseerd tegen Rangers. Ga je iets anders doen of is er een andere mindset? Of hoe beleef je deze weken die belangrijk zijn, Luc? Voor mezelf? Ja, en voor het team. Je bent ook aanvoerder. Nou ja, kijk, ten eerste beginnen met vrijdag. Dan kunnen we een prijs pakken. En dat staat ja, voorop op dit moment. En dat is waar de volle focus op ligt. Voor mezelf en ook voor het team. En daarna gaan we ons voorbereiden op de Champions League voorrondes. Ja, ga ik dat anders doen als vorig jaar? Nee, denk het niet. Hopelijk wel de groepsfase van de Champions League bereiken. Dat is wel wat onze doelstelling is. Ja, dat is het enige waar we ons op focussen dan. Gernot, how difficult was it for you to miss such a big part of the pre-season? Yeah, of course it's not perfect. I would like to to train every session now, so but now it's up to me and the medical staff to bring back my fitness. And yeah, of course it's not perfect, but I will work hard to be fit as soon as possible. As a captain now, what are the biggest changes for you personally? Yeah, I think in the end, not a lot is changing. Like I said before, we as a group try to bring in the right mentality, the right mindset in the group, and yeah, to be an example for other players. But that's not only up to me. So yeah, for me, it doesn't really change a lot. Feyenoord is playing at home as the champions for the Johan Cruijffschaal. Who's the favorite? Yeah, that's hard to say. I think PSV did also really well. I just heard they didn't lose one of the last 17 games, so that says a lot. So it's hard to beat them, but I think it's also hard to beat us in our home stadium. So I expect them quite an equal game. It will be tight, but in the end, we'll see who's winning. Hoe kijk jij daarnaar, Luc? Nou, ben ik wel redelijk mee eens. Kijk, zij hebben vorig jaar goed voetbal gespeeld, zijn kampioen geworden, verdiend. Dat denk ik dat ze nu door willen gaan trekken. Dus dat gaat. Ja, een lastige wedstrijd worden voor ons. Het is altijd een lastige wedstrijd voor ons in de Kuip. Maar ik denk dat hoe wij nu bezig zijn, daar heb ik een heel goed gevoel over dat er zeker mogelijkheden zijn. Dus, maar het zal zeker gelijk op gaan, denk ik. Luc, weet je welke PSV'er Mr. Johan Cruijffschaal is? Volgens mij ben ik dat. Nee. Niet? Ik heb er toch vijf? Of, ja, je hebt er vijf. Heeft er eentje meer? Er is eentje met oh. Zes. Oh, en dat is? Gewoon op Waterhuis. Oké. Ik nou. Kan hem dus even na. Ja, eigenlijk de laatste keer dat ik las, dacht ik dat ik meestal had. Okay. Misschien actieve space nog, dat zal het zijn. Ja. Komt net bij hem vandaan, maar hij gunt het je van harte dat je mee vandaan. Ik hoop het. Is zo'n Johan Cruijffschaal aan inflatie onderhevig als je zo lang als jullie al geen kampioen zijn geworden? Dan komt de focus toch alleen maar op die titel te liggen. Op dit moment ben ik daar eerlijk gezegd nog niet mee bezig. Voor ons is puur de Johan Cruijffschaal nu de focus. En natuurlijk is de titel ook een doelstelling die wij willen bereiken als PSV zijnde. Maar nu ben ik daar nog niet mee bezig.